Hoe kan zelfs een brave huisvader op straat ineens gewelddadig worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil u meenemen naar 21 september 2012. Enig idee wat er toen gebeurde? Ja? Knikt ja? Wat was er aan de hand? Haren. Inderdaad, de Project X-rellen in Haren. Daar wil ik het eerst even over hebben. Waar begon het ook weer mee? Daar was een meisje uit het dorp Haren en dat had haar verjaardag publiekelijk aangekondigd op Facebook. En tot haar afgrijzen merkte ze al snel dat die boodschap viraal ging. Er werden websites opgericht waarop je kon zien een klok die aftelde tot het moment dat het meisje jarig was. Project X, dat is een film, daar zie je hem inderdaad, The Hangover. En die film gaat over een verjaardag die gigantisch uit de klauwen loopt. Vandalisme, allerlei vreselijke dingen gebeuren op die verjaardag. En het interessante in dit geval is dat die verjaardag van dit meisje in dezelfde termen werd gevat en dat er verwachtingsvol werd uitgekeken naar dat moment. Wat gebeurde er die 21 september? Duizenden jongeren trokken naar dat dorp. Vervolgens was het wachten. Ja, een hoop drinken natuurlijk. Misschien ook mensen die aan het snuiven waren. Meestal jongeren, maar waren ook een paar vaders bij. Niet zo heel veel. En dat wachten, uiteindelijk sloeg dat om. In die balorigheid werd uiteindelijk vandalisme. En hier zien we beelden van die situatie destijds. S'avonds lekker smijten met dat hek. Dat is een provocatie naar de politie. Niet alleen werd er gesmeten met hekwerk en ander meubilair. Er werden fietsen gegooid. Maar inderdaad ook auto's werden verbrand. Het werd nog wat ernstiger. De lokale supermarkt werd geplunderd, de Albert Heijn. De vraag is, van hoe kunnen we nou dit fenomeen begrijpen? Hoe kunnen we deze rellen begrijpen? En heel vaak wordt genoemd bij het verklaren van rellen dat het gaat om jongeren die een slechte sociaal-economische positie hebben. Maar als je al het onderzoek naar rellen erop naslaat, met name de plunderingen, dan zie je eigenlijk dat de voornaamste emotie toch meer vreugde is dan woede. Er zijn bijvoorbeeld foto's bekend van plunderende mensen. Die houden dan heel trots één Nike-schoen omhoog. Deze heb ik gepakt uit de winkel. Ja, het gaat dan meer om de lol van een grensoverschrijding dan dat hier sprake is van woede tegen de kansarme positie. Ik wil niet zeggen dat elke rel op die manier vreugdevol wordt gevierd. Maar te snel worden plunderingen geduid als een manier van kansarme jongeren om wraak te nemen, als het ware. Die sfeer van vrolijkheid die is ook heel duidelijk zichtbaar in de rellen in Haren. En er is een hele mooie sociologische term voor, namelijk morele vakantie. En met het beschrijven van de rellen in Haren als morele vakantie komen we al dichter bij meer begrip van die situatie. Want wat is een morele vakantie? Het is een enclave in de tijd en in de ruimte waarin een groep mensen dominant is en de eigen normen overheersend laat zijn. En die eigen normen, daar kom ik zo nog op, wat voor gedragsregels zijn het dan? In ieder geval komt het op neer dat tijdelijk wordt afstand wordt genomen van moreel bewustzijn, gangbare omgangsnormen. Ik noemde net al, daar zijn wel regels, maar die zijn ongeschreven regels. Die gelden voor het gedrag in de morele vakantie. Je moet namelijk een aantal gedragsvormen laten zien. De eerste is dat je onbezonnen bent. Dat wil zeggen dat jouw handelingen, je geeft je geen rekenschap van de gevolgen van wat je doet voor je eigen toekomst. Dat er dadelijk misschien iemand heel erg kwaad wordt omdat je je auto in de fik hebt gestoken. Of dat je daar een enorme boete daarvoor krijgt. Het andere is ongeremd. Dat je je overgeeft aan echt te veel zuipen, te veel snuiven, dat je staat te plassen in de openbare ruimte, dat je loopt te schelden, te tieren, te vloeken in het openbaar. En dit alles natuurlijk samen. Dit ongeremde gedrag hoort ook echt bij de morele vakantie. Maar er is nog een derde
ongeschreven regel van de morele Francie, namelijk dat die ontregelend is. En dat ontregelende, dat geldt vooral voor die mensen buiten die enclave. Die voelen zich bedreigd, die zijn geschokt, die vinden dit angstaanjagend. En dat ontregelende aspect, dat maakt nou juist ook die morele vakantie zo anders dan bijvoorbeeld carnaval. Want jullie zouden misschien denken, carnaval, dat lijkt er toch ook wel op. Daar zit toch ook wel onbezonnenheid bij, ontremming. Maar het verschil tussen carnaval en die morele vakantie is toch dat je weet bij carnaval, het is een specifieke moment in de tijd en het is tamelijk ongevaarlijk. Het heeft dat ontregelen niet zo sterk. Maar met te zeggen, dit is een morele vakantie, komen we ook iets dichterbij van wat de mensen daadwerkelijk ervaren. Wat ze zoeken op zo'n moment. En wat ze zoeken is toch een opdoen van een hele intense lichamelijke en emotionele ervaring. Maar zou je misschien denken, waarom ga je niet parachute springen? Of als je niet zoveel geld hebt, bungee jumpen. Dat is ook heel intens. Die morele vakantie heeft meer te bieden dan dat. Ja, het is namelijk extra spannend. Je doet namelijk samen dingen die je eigenlijk niet mag. Dus je gaat een grens over, een sociale grens. En je voelt je dominant. Denk aan die gebeurtenissen in Haren, waarbij dus in feite duizenden jongeren bezit nemen van een dorp. Zij bepalen daar wat er gebeurt. Tijdelijk hebben zij het voor het zeggen. Dat is een heel apart gevoel, die dominantie. En het derde is dat je je één gaat voelen met de groep. En dit is misschien nog wel het belangrijkste element van zo'n morele vakantie, dat je opgaat in het groepsgevoel. Hier zien we een foto van een gewelddadige situatie. De mensen met die witte cirkeltjes om hun hoofd, die vormen één groep. En ze hebben allemaal op afspraak een houten stok of een ijzeren staaf meegenomen. En ze maken dezelfde soort slaande bewegingen. Maar daar is er één van hen in het rood en die is de staaf op de stok vergeten. En wat heeft hij in zijn hand? Een plastic zakje. Maar die beweging met z'n allen, die ritmiek, dat is bijna besmettelijk. Dus doet hij ook mee met zijn plastic zakje. Hetzelfde zie je in de stadions als mensen een weef gaan doen. Het is heel moeilijk om te blijven zitten. Dit is de bron eigenlijk van groepsgevoelens. En dat is ook een van de aantrekkelijke aspecten van zo'n morele vakantie. Wat er ook bij hoort en wat ook bij elke revolutie hoort, wat dat betreft, is zingen. Wat werd er gezongen? Waar is het feestje? Hier is het feestje! En als ik dat alleen doe, maakt het weinig indruk. Maar als je dat met z'n 20 doet, dan voelt het lekker. Dat is lichamelijke synchronisatie. En dat geeft een heel sterk groepsgevoel. Dus je zou kunnen zeggen, wie op morele vakantie gaat, die komt thuis met groepsgevoel. Dit over nog tamelijk onschuldige rellen en gewelddadigheden. Hoe onderzoeken wij die als sociologen? Nou ja, we maken steeds meer gebruik van videoanalyse van dit soort gebeurtenissen. We kijken naar de intensiteit van die lichamelijke afstemming. Maar we interviewen ook de jongeren die daarbij aanwezig zijn geweest, wat hen bezielde, wat er door hen heen ging en welke betekenis deze gebeurtenissen voor hen hebben. Maar ik wil nu naar een vorm van geweld die wat minder vrolijke en vreugdevolle elementen in zich kent. Het gaat om geweld dat uit de hand loopt. Een situatie waarbij een slachtoffer, zoals deze persoon hier, in een kwetsbare positie ligt, maar waarbij de aanvaller toch doorgaat met schoppen, met slaan en in een soort cadans terechtkomt. En we kennen allemaal wel de term kopschoppers. En dit is een onderdeel van mijn onderzoek waar ik probeer te achterhalen wat gebeurt er precies in die situatie. Wat gaat er door mensen heen als ze in blijven trappen op een slachtoffer wat hen zelf niet meer kan bedreigen. Kijk maar naar deze pop. Zo moet je je voorstellen dat een typisch kwetsbare positie voor iemand die slachtoffer wordt van een kopschoppersactie.
Wat ik nu ga vertellen is gebaseerd op een onderzoek van mij, waarbij ik 159 dossiers van justitie en politie heb uitgepluist. Eerst kwalitatieve analyses en vervolgens statistische analyses om patronen te beschrijven in dit soort extreem geweld. En de patronen die ik vond, die zijn ook in onderzoek naar politie en onderzoek naar het optreden van militairen gevonden. Dus je ziet dezelfde soort patronen terug in andere situaties. Nou, eerst de vraag, wat beweegt die daders? Wat kunnen we daarover zeggen? De situatie waarin zo'n kopschopper zich bevindt, kan je vergelijken met een soort emotionele tunnel. En om dit wat duidelijker te maken voor jullie, zal ik een fragment voorlezen zoals ik er vele eigenlijk ben tegengekomen in mijn onderzoek. En het fragment is schokkend. De namen die ik ga noemen zijn fictief, maar zo krijg je een idee wat het betekent om in zo'n tunnel te zitten. Getuige zegt hier, ze gaven Harold een enorme klap op zijn gezicht. De vader sloeg hem eerst en daarna zijn zoon. Omstanders probeerden vader weg te trekken, maar zijn zoon ging gewoon door. Harold viel op de grond, maar de jongen schopte hem steeds in zijn gezicht. Het was verschrikkelijk om te zien. Het was beestachtig. Het was niet normaal hoe die jongen Harold schopte. Hij bleef maar trappen. Ik heb geen woorden voor hoe hij hem trapte. Het had me niet verbaasd als hij hem dood zou schoppen. In dit fragment wordt duidelijk dat die getuigen, zoals jullie waarschijnlijk ook, ontzet zijn over deze vorm van geweld. Maar als we door die ontzetting, als we daar verder doorheen kijken, dan valt op dat in dit fragment duidelijk wordt dat die dader in die tunnel is beland. Dat het heel moeilijk is om uit die soort van trance te geraken. In feite is het focus nu helemaal gericht op het pijn toebrengen. Dus er is geen oog meer voor de omgeving. Emotionele dominantie is een heel belangrijk begrip hierin. En het wil dus, is het dus gevolg van die situationele asymmetrie. Emotionele dominantie wil dus zeggen dat nu voor jou duidelijk is. Ik kan nu mijn wil opleggen aan de ander. Ik zal nog een laatste passage oplezen. Ook uit een ander dossier van mijn onderzoek. Hier is een dader, die is David genaamd. Hij samen met zijn mededader Carlo grijpen zij Pieter. David zegt, Carlo kwam daarbij en hij greep Pieter bij zijn keel van achteren. Hij wierp hem tegen de grond. Toen hij probeerde op te staan, schopte ik hem een paar keer. Carlo schopt hem ook met een draaitrap. Dat is een soort karate techniek. Pieter viel toen met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto en viel opnieuw op de grond. Hij zag er dizzy uit en zat met zijn knieën op de grond. En toen werd ik echt heel, heel kwaad en begon ik hem wild te trappen. Opmerkelijke en het akelige van dit fragment is dat hij woede vooral ontstaat op het moment als het slachtoffer inderdaad geen enkel gevaar meer heeft voor die daders. Het is een gevoel van complete overheersing na een periode van spanningsopbouw dat dit soort extreem geweld veroorzaakt. Dus het is belangrijk om te weten dat die daders zich eerst dominant voelen, zich compleet dominant voelen en daarna pas overgaan tot hun gewelddadigheden. Als conclusie, situatie verklaart natuurlijk niet alles. Het is niet zo dat elke brave huisvader, als de situatie maar daar is, zich gewelddadig gaat gedragen. Niet iedereen zal bij een gelijke situatie afdalen in die tunnel die we hebben bespreken. En niet iedereen zal zich overgeven aan een morele vakantie. Toch is het belangrijk om die situationele factoren te bestuderen, naast het bestuderen van de achtergrondkenmerken, genetische kenmerken, biologische kenmerken van daders. Want door te kijken naar situationele factoren kunnen sociologen beter begrijpen wat er aan de hand is in gewelddadige situaties. En dat biedt ook de aanknopingspunten voor het voorkomen van dit soort situaties. Wil je meer weten over het thema geweld? Kijk dan
naar een van de andere colleges.